Zo, goedemiddag allemaal. Ik ben van plan om de komende dagen weer een beetje op karpen te gaan vissen met de brok. Eventueel ook korst, maar ik ben op dit moment meer op de brok gericht. Dus waarschijnlijk gaat het meer met de brok worden. Zoals jullie wel weten, misschien of hebben opgemerkt, is de laatste video die ik heb geüpload als de forelvissen in Ardennen. En ik moet echt een heel erg vervelend nieuws brengen. Mijn laptop die is kapot gegaan. En ik ben alles, echt letterlijk alles, bekant kwijtgeraakt qua videoopnames en video's die ik nog eventueel wilde uploaden. En ook dus deel 2 van het forelvissen in de Ardennen, wat ik over het algemeen de leukste video vond van de twee. En ja, dat is enorm balen natuurlijk. En ja, je kunt daar niet veel tegen doen. Je doet je best, maar uiteindelijk dan soms dan wil dat niet lukken. Maar goed, in ieder geval daartussendoor, sinds dat mijn laptop bij de reparatie is, ben ik door gaan vissen en heb ik allerlei dingen opgenomen op mijn geheugen dat nou op mijn camera zit. Dus mijn geheugenkaart zit zo wat vol als ik weet niet wat. Komt er dus nu een video van het oppervlaktevissen op karper. Nou, ik weet al wat er ongeveer gaat komen en ik zal zeggen, er komen een aantal hele leuke vissen in deze video. In ieder geval heel veel plezier na het kijken van deze video. Ga lekker achterover zitten en relax en ik zie jullie later weer. Ik ben aangekomen op de stek en zoals je kunt zien, in deze hoek liggen alle karpers nou. En er zit een gigantische schub tussen die ik nog nooit gevangen heb en die is sowieso rond de 10 kilo, misschien zelfs wel wat meer. En ik ga die proberen te vangen. Er zijn nog wel andere vissen hier en daar, maar ze zijn vrij ver weg. En ik moet een beetje rekening houden met die meerkoe, want die meerkoe zit continu in de buurt van die vissen en die zwemt eigenlijk continu achter die vis aan en dat is eigenlijk helemaal niet te bedoelen. Dus ik ga proberen de grote te vangen en zo niet, dan niet. Maar ik ga maar even wat proberen. Kijken of ze iets willen doen. Nou, ik ga hem eruit halen en dan zal ik hem even laten zien. Kijk hier, jongens. Prachtig visje. Heel mooi. Hele dikke schub. Zit waarschijnlijk nog vol met kuit. Dus ik hou het niet te lang boven water en ik ga hem maar netjes terugzetten. Maar hij weegt toch best wel op wat hoor. Flink beestje. Sowieso rond 7 kilo hooguit. Maar goed, lekker visje. Die ga ik weer terugzetten.
got color in your cheeks? Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep. Nou, een leuk mooi spielkaper. Het is vlak voor de kant vervangen. Een mooie vis. Ja. Ik zag hem al aanzien met twee anderen. En er waren twee schipkapers en eentje was spiegelkaper. En ik denk dat die spiegelkaper die moet hebben. Dus uiteindelijk heb ik hem gevangen. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Nou jongen. Nou jongens, ik heb een hele mooie kooi eraan. En hij zwemt hier nou voor. Hieraan. Kijk. Dat is hier. Dit is. Het is niet heel groot. Het is wel een kooi. Ik zag hem al vele malen hier rondzwemmen. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly. Ik vis dan voor de eerste keer op de water en ik zag altijd al een kooikarp voorbij komen. Nou, het straks toen ik hier was, toen zag ik hem al. Maar hij wist niet, hij wilde niet bijten. Maar nu kwam ik terug en ik zag hem in de hoek rondazen. Dus ik gooide mijn broodkorster neer. En raad eens, kat hem. En nu ligt hij hier. Kijk. Wat is hem dan? Een witte, gele kooikarper. Blauw ook. Maar ja, een leuke vis. Ik laat het van de andere kant zien. Dat is de andere kant. Ja, een vis. Ik heb nooit zo'n vis gevangen. Mooi. Leuk. Uit. Wauw. Hij springt er gewoon serieus uit. Nu heb ik hem. Yes. Lekker visje. Zo'n mannetje. Duidelijk te zien. Hij pakte hem redelijk voor de kant en zwom achter een andere aan. En hij kwam terug en toen pakte hij mijn brokje. Toen had ik hem. Mooie vis. En het was vrij taai in eerste instantie. En uiteindelijk werd het steeds beter. Goed, mooi visje erbij. En die gaan we lekker weer terugzetten. Got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried.